Lena, we gaan door met de Pilates. Tweede uur Pilates. Eén kijker. Er komen vast meer bij. Ja, we gaan meteen beginnen. Je mag je voeten heupenbreed uit elkaar. Met de warming-up. We beginnen met de warming-up. Knieën licht gebogen. En begin maar te swingen met je heupen. Rondjes draaien. Linksom. Andere kant op. Jouw grootte. Wat is lekker? Zet je heupen stil. Armen zijn zijwaarts. Maak een ronde rug. En open. Lift je borst. Round we go. En open. Word je bewust van je wervelkolom. Welke spieren in je rug voelen wat strakker deze ochtend? Welke voelen soepel? En twee, zonder te oordelen. Allemaal oké. En één. Open. Laat je armen zakken. We gaan afrollen. Wervel voor wervel. Laat je armen helemaal hangen. Knieën liggen bogen. Helemaal tot je diepste punt. En maak een flatback. Handen naar achter. Navel in de nog. Lengte in de rug. En kom aan je kruin omhoog. Yes. Nog een keer. En roll down. Helemaal tot je diepste punt. Armen naar achter, kruin naar voor, navel in en op. En kom omhoog. Yes. Voor de mensen die net aanschuiven, we zijn bezig met de warming-up voor de Pilatesles. Hoe voelt je rug? En flatback, span de spieren in je rug aan. En kom omhoog. Goed, twee armen naar voor, zij. Omhoog en laat ze zakken. Voor, zij. Duimen naar achter en laat ze zakken. Zij. Hoog en laat ze zakken. Voor, zij. Hoog, laat ze zakken. Goed zo. Ondertussen duw je de vloer onder je voeten weg. Bovenbenen zijn aangespannen. En je bovenlijf is opgestrekt. Twee. Drie en neer. Nog twee keer. Voor. En zij. Hoog. En neer. Kniebuigingen. Armen naar voren. Voeten staan smal. En kom maar naar je smalle squat. Nog maar vier. Jouw diepte. We zijn net begonnen. Drie. Dus word eerst maar lekker warm. 1. Voeten iets wijder. En buig, lift, hiel, lift, hiel. En strek je benen. Buig, lift, hiel, lift, hiel. En neer. En buig, lift, hiel. En links. Go. En het is een squat, dus je zit vlak beweegt naar achter. De rug blijft recht. Borst is op. Pep. 1. Tik, tak, tik, tak. En op. Buik, tik, lift. Oké, surprise, ietsjes wijder. En buik, lift to heels, twee keer. En kom omhoog. Yeah. Buik, lift to heels. Twee hielen tegelijkertijd optillen. Buik, lift to heels. Ja, nu gaat het hard. Nu worden we warm. Nog vier keer. Op. Voet je navel in en op trekken voor je balans. Nog twee keer. Doe je schouderbladen plat op je rug. Eén laatste dan. Op. Op. En neer. Goed. Kruis je rechterbeen achter je linker. Sta gekruist en rol weer naar beneden af. En roll. Laat je armen hangen. Knieën in elkaar. Helemaal tot je diepste punt. Voel de stretch in de achterkant van je benen. Wilde stretch. Roll up. Ja, andere been. Linkerbeen achter. En roll down.
Klem de binnenkant van je benen wat steviger tegen elkaar. Zodat je goed stevig blijft staan. Totdat je die stretch voelt. Roll up. En als laatste warming-up oefening de swing. Lift en swing. Arm omhoog en swing. Adem in door je neus. Adem uit door je mond. Voor nu dan, voor tijdens deze oefening, tijdens de Pilates oefeningen, ademen zacht in door de neus en zacht in uit door de neus. Dus de neusademhaling. Nu mag je door je mond uit. Nog één keer. En relax. Kom zitten voor aan je mat. Beide benen zijn gestrekt. Op je beide zitpotten, armen zijn zijwaarts en we twisten. We liften het linkerbeen, plaats je voet terug en kom weer terug in het midden. Draai naar rechts. Kleine twist, lift je rechterbeen op, klein stukje. Laat zakken en weer terug in het midden. Iets sneller. Twist, lift, laat zakken en terug in het midden. Blijf groeien in de rug. Twee. Been of niet hoog. Klein stukje, strik hem ver weg. Ja, echt maar een millimeter van de vloer los. Net dat de bovenbeenspieren aanspannen en je kuitspieren. Nog één keer. Twist, lift, twist. En beweeg je armen naar voren. Ga voor de sequence. Klein stukje zakken. 1, 2. En kom weer recht op je armen. See, crunch. Hou de benen goed geklemd bij elkaar. Kijk dicht in je navel. Twee. En kom weer helemaal op je zitpotten op de terugweg. En laat je rug klein, met je rond. Schouders blijven mooi laag. Merk je dat die schouders omhoog bewegen, dan ga je drie. That's it. Oefening 1, nog een keer. En twist. Lift je linkerbeen. Terug in het midden. Naar rechts. Lift. Ja, maak jezelf 10 centimeter langer in die onderrug. Borst op. En de twist. Lift. Laat zakken. En midden. Hou je vingers bij elkaar. Heel belangrijk. En nog één. Crunch. One. Two. Lift. Two. Je hoeft je ellebogen niet helemaal door te strekken. Kleine knik erin. Kijk richting je navel. En kom weer helemaal rechtop. Werk echt met die buikspieren. Hè? Ja, dus aanspannen. Rem jezelf af met die buik. En weer weg. Nog twee keer. Nog één. Kom liggen op je rug. Laat beide voeten in één lijn met je zitvlak. Armen zijwaarts, net onder je schouders. En lift je bekken maar omhoog. Stuit in de lucht, rechterbeen in de lucht. En maak cirkels voor 8. Cirkel 8. En 7. Hou het bekken stil, je heupen stil. Heupbordjes wijzen richting de lucht. En laat je been maar cirkelen. Kleine cirkels. Extra aandacht voor je schouderbladen. Leg ze plat tegen de mat. Handpalmen richting het plafond. Kin is iets in. En leg je achterkant van je hoofd maar wat steviger tegen de mat. Nog één. En wissel. Andere been. Links en cirkel. Naar buiten en naar binnen. Jouw strekking in je been. Het belangrijkste in deze oefening is dat je je heupen stilhoudt. Door je buik aan te spannen. Stuit in de lucht te duwen. Nog 4. 3. Armen zijn eigenlijk een beetje ontspannen. En 1. Plaats je voet neer. Roll down. Lift to heels van de mat. Je tenen zijn nog aan de mat. Handen achter je hoofd. En we crunchen. Lift 2 knieën. Tik je bovenbenen aan en tik weer terug. En 1. 2. Terug. 2. Goed die buik opspannen. Zodat de rug neutraal blijft. 1.
twee ondergaan en weer naar beneden. We gaan voor 12 herhalingen. Knieën komen boven je heupen. Crunch en terug. En probeer met je ellebogen je dijen aan te raken. Nog 4 te gaan en trek die navel in en op. Kijk richting je navel. Zie dat die buik intrekt. Nog 2. Nog 1. En plaats je voet weer heupbreedte. Armen zijwaarts, handpalmen richting het plafond. Lift je bekken. Rechterbeen in de lucht opnieuw. Cirkel voor 8. 7. 6. Kijk langs je borst weg. 2. Nog 1. Pak de vloer met je voet. Heupbreedte en lift meteen je linker. Cirkel. 8. 7. Luister naar wat je voelt in je lichaam. Dat is correct. Ga vertrouwen erop. Doe de oefening gewoon lekker mee. En tijdens de oefening kom je altijd wel dingetjes tegen. En die kan je dan alle minuten corrigeren. Ja, daar gaat het laatste ook een beetje over. Bewust worden van je lichaam. Plaats je voet neer. Kom liggen. Handen achter je hoofd. En lift je voeten van de vloer. En weer terug met je tenen. En crunch. Maak jezelf klein en rond. 3. 4. 5. 6. Misschien voel je hem nu al een beetje komen in die buik. Branden. Voel je je rug? Dan betekent het dat je je buikspieren loshaalt. Dus vooral op de terugweg. Nu extra die navel in en op. Nog 4 te gaan. Nog 3. Voel je je nek? Leg je hoofd dan niet helemaal neer op de terugweg. Hou je kin goed in bij je borst. De laatste. Goed gedaan. Strek je beide benen. Armen zijwaarts. Leg kicks. En rechterbeen. Kick hem in de lucht. 2. Ook hier blijf je heupen stil. Je schouders blijven in 1 lijn. 4. 5. 6. 8. Wisselbeen. Links. 2. We willen ons bovenlijf stilhouden. En ons been vrij bewegen. En dat lukt als je je core aanspant. Je buik trek je op. En dan spannen automatisch op je rugspieren aan. Laatste. En beweeg je armen voor je oren. Flex je voeten. We gaan oprollen. Kin naar je borst. Roll up. 1, 2, 3, 4. En dan rol je naar beneden over 4 tellen. 3. Hou je tenen in de lucht. 1, 2, 3. Rechtop. En weer neer. Zo min mogelijk zwaaien. En duw je voeten naar voren. Terwijl je oprolt. En roll down. Nog één keer. Ja, opnieuw. Kick. Yes. 2. 3. Maak er een feestje van. Andere been. En de. En misschien past deze oefening niet zo lekker bij je. Doe hem gewoon mee. Doe wat gaat. En misschien geniet je dan van de volgende oefening meer. Het zijn altijd oefeningen die je leuk vindt. En andere oefeningen die je helemaal niet leuk vindt. 4. 3. En 2. En 1. Yes. Armen voor je oren. Flex je beide voeten. Roll up. Ten. Roll up. 2. 3. 4. Ja. Wie was er nog niet boven? Go. Nog een keer. Op. 2. 3. Ja. Zijn je er. En weer zakken. Nog 2 keer. Lichaamsbeheersing. Daar gaat het hier om. 3. 4. En roll up.
2, 3, 4. Goed gedaan. Plaats je voeten tegen de mat. Handen achter je. Met je vingers naar je toe. Ja, misschien ietsjes meer opzij als je merkt dat je die flexie niet helemaal in je polsen hebt. Dan is het misschien lekker om je vingers wat naar buiten te plaatsen. Maar het gaat ook om je schouders, dat die laag blijven. En we doen table top. Duw je bekken omhoog. 3. Kijk gewoon recht naar voren. 4. 5. 6. 7. 8. Op 4 te gaan. 3. 2. 1. Kom zitten. Lift 2 benen. Handen voor je borst. De bow twist. 2. 3. Hou je enkels bij elkaar. 4. 5. En we twisten vanuit de schouders. Heupen blijven stil. 4. En de adem, je ademt gewoon door natuurlijk. Hè? Nooit je adem vasthouden. Zorg ervoor dat de zuurstof bij de spieren komt. Laatste 4. 3. 2. En 1. 1. Welke spieren trainen we hier? Je voelt het nu, als het goed is. Klopt, bovenbenen, schuine buikspieren. En natuurlijk fixatie, stabilisatie van je wervelklom. Ja, oefeningen 1, tabletop. Het openen van de voorkant van je lichaam. Aanspannen van de achterkant van je lichaam. Ready? Goed. 12 keer. Op en neer. Triceps, armspieren trainen. En zet dat. En de achterkant van je lichaam span je aan. Op de terugweg span je buikspieren aan. En op en neer. Op. Bij pilates gebruik je nooit maar één spiergroep. Je gebruikt altijd je hele lichaam. Alles werkt samen. Nog één. Ja, kom iets naar achter met je zitvlak. Zodat je je benen goed op kan tillen. Handen voor je borst. Laten we op links starten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Je mag stoppen. Je mag altijd nog 4 doen. 3. Maak de workout fijn voor jezelf. En als het te zwaar aanvoelt voor je, dan is het niet fijn. Hè? Dan is een workout niet fijn als het te heftig voor je is. Als het te licht voor je is, is het ook niet fijn. Dus zoek in de oefeningen voor jou het juiste niveau. Ja, dus vind je dit te zwaar voor je rug bijvoorbeeld, omdat je pilates niet zo vaak doet, plaats dan je voeten neer en doe dan de oefening op deze manier. Zo kan je alle oefeningen kan je lichter of juist zwaarder maken. Oké, we kruipen onze knieën voor de volgende. Knieën onder je heupen, handen onder je schouders en strek je linkerbenen achter en lift tot heuphoogte. 2. We gaan voor 8. 4. Voor iedereen goed te doen, denk ik. Alleen als je polsklachten hebt, is dit niet zo fijn. Dan ben je altijd op je onderarmen komen. Ja. En hier. En nog 4. Heupen blijven recht. Nog 2. En hou hem boven. Strek je rechterarm naar voren en lift. 2. Pulsende beweging. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nog 4 te gaan. Plaats je hand neer. Buig je knie. En nog even hier. Pulsen, pulsen. Schouders blijven recht. Heupen blijven recht. Yes. Voelen jullie je bilspieren? Of één bil? Ja. Nog 4. 3. 2. 1. Kom op beide knieën. Beide handen. Of optie onderarmen. Trek je rechterbenen achter. Op en neer. En op. En neer. En 2. De laatste
laatste blijf boven. Strek je linkerarm naar voor en puls. 2, 3, 4, 5, 6. Nog 8. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Plaats je hand neer. Buig je knie, flex je voet. En hier nog even verder pulsen. Op. Spreid al je vingers. Duw je vingertoppen maar stevig tegen de ondergrond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom terug. Beweeg naar je plankpositie. 30 seconden plank. Vanaf hier. Je mag ook op je knieën. Of helemaal. De tijd is ingegaan. 30 seconden. Ik hou de tijd bij. Navel is in en op. Schouderbladen plat. Hier geldt hetzelfde. Je mag ook op je onderarmen komen. Wil je gewicht echt over bij de voeten? Of bij de armen? Wil je gewicht nog 10 seconden? Nog 5. En knieën neer. Well done. We gaan liggen op de buik. Beide benen gestrekt. Handen onder je borstbeen. We beginnen met twee benen liften. Openen, sluiten en naar beneden. 12 keer. Kom maar. Hou je bovenlichaam opgestrekt. Navel in en op. Ook nu je op je buik ligt. Hou wel je buik opgespannen. Want we zijn in beweging, hè? We zijn in actie. 2, 3. Duw met je handpalmen tegen de mat. 5. En ja, strek je benen ver weg. Nog 4 to go. 4. Open. Sluit. En neer. Nog 3. Open. Sluit. En neer. En neer. Laat je benen liggen. Strek je armen maar zijwaarts. Maak kleine cirkels. Kin is in. 1. 2. 3. 4. Naar achter. 5. Kom wat hoger met je borst. Nog 4. 3. 2, 1. Handen onder je schouders. Support jezelf omhoog. Knie onder je heupen weer. Handen onder je schouders. En maak een ronde rug. En round. En hoog. Maak je rug weer rond. En hoog. Yes, rond. Ga maar door. Blijf steeds iets in mijn beeld staan. Wel, dat is beter, hè? Ik hoop niet dat jullie dat zagen, die melding. En hold. Maak een neutrale stand van je rug en kom weer liggen op je buik. Hetzelfde wat we net deden. Handen onder je borst. En boven naar buiten. Duw met je onderarmen tegen de mat. Bovenbenen aanspannen. En lift, open, sluit en weer. 2, 3. Versterken van je bilspieren, je rugspieren. Zes. Langzaam. Nog twee langzaam.
rugzakken gewoon. Nu vier snel. 4. Op. 3. Op. Nog 2. Op. 1. Op. Nice. Kom naar je child's pose. Laat de spanning van je armen afzakken. Even actie. Kom staan. De stap in de burpee. Gewoon doen. Hartstikke leuk. We hadden hem van de week ook. We gaan hem gewoon nog een keer doen. We maken een sprongetje in de lucht. We pakken de vloer. Je stapt rechts links naar achter. Je stapt rechts links terug. En je rolt op. Ja, in een andere video staat deze ook. Maar we doen hem vandaag gewoon nog een keer. Want dan worden we er steeds beter in. Zijn jullie er klaar voor? 8 keer. Let's go. En 1, 2, 3, 4. Roll up. Tweede ronde. Tak, tak. Tak, tak. Hoe gaat het daar? En 4. Geef geen optie. Ik wil dat jullie hem allemaal proberen. 6. 7. Plank. Terug. En alweer de laatste. En viel het mee of viel het tegen? Hoor jullie niet? Dat is jammer, hè? Als ik tegen hoor, dan doen we er nog 8. Oké. Kom maar weer. We gaan terug naar de vorige oefening, de push-ups. Dus kom weer op je knieën. Zet je handen wat wijder. Tenen tegen de mat. Oké, 8. Langzaam 2 tellen. Zakken. En 2 tellen. Op. Je bent misschien al een beetje moe. Maar hier bouwen we juist kracht op nu, hè? Dit moment. Dan ben je al een beetje moe. 1, 2. Nog 2. Nog 1. Single 4 en 4. En op en 3. 2, 1. Ja. Yeah. Kom snel staan. Are you ready for burpee? Jump. Jump. Pak de vloer. Stap, stap. Stap, stap. Roll up. Nu links stappen eerst, hè. Links, rechts. Links, rechts. En roll up. Maak je houding licht. Licht. Ta-ta. Ta-ta. 4. 5. Oeps, 6. Het is een hartstikke mooie dag vandaag. Mooi weer. 7. En na deze workout heb ik nog de hele dag om leuke dingen te doen. En roll up. Goed hoor. We gaan liggen op de zij. Laten we op onze linkerzij beginnen. Beide benen zijn gestrekt, hand voor je navel. En we beginnen met cycling. Trek je bovenste knie op. Strek hem weg naar voren. Flex je voet. Door naar achter. En zijlig heeft ook met balanceren te maken. 4. Naar achter. 5. Yeah. 6. Dus waarom doe je deze oefening? Voor het stabiliseren, zoals elke oefening die we doen met Pilates. Dus balans, maar ook het versterken van de binnen- en buitenheupspieren, zodat ze goed met elkaar samenwerken. Ja. Yeah. Nog 2. En nog 1. 2 benen bij elkaar. Lift to legs. Op en neer. Maak van 2 benen 1. Dus klem ze goed. Je enkels tegen elkaar. Voel de werking aan de binnenkant van je benen. En trek een ritssluiting op. Langs je buik. Tot je borstbeen. En laat je hoofd helemaal liggen. Lift en lower. Lift en lower. Nog 3. Nog 2. Nog 1.
achterin zit vlak. Support jezelf omhoog. Elleboog recht onder je schouder. Lift. Je bekken in de lucht. Andere arm in de lucht. Strek je bovenste been weg. En nu beweeg je onderste knie richting je bovenste knie. Op en neer. Trek die binnenkant van je benen naar elkaar toe. 3. 4. 5. Ja, even klemmen. Even klemmen. We zijn al bij 8. Zet af van je onderarm. Schouders blijven laag. Borst blijft open. Het is best zwaar. En de laatste. Oké. Kom weer liggen. Hand onder je hoofd. Strek je beide benen weg. Heupen naar voren. Herhaal. En passé. Strek naar voren. En halve cirkel naar achter. Point. En flex je voet. Ja, en check af en toe door je hand los te laten of je nog in balans ligt. Het kan zijn dat je onderste been wat te ver naar achter ligt. Plaats hem ietsjes naar voren. Dan lig je stabieler. Ja, ook hier is het alsof je door water beweegt. Nog 1. 2 benen. Left en lower. Is je nek nog lang? Is je rug nog recht? Zijn je buikspieren nog aangespannen? En voel je die bovenbenen? Voel je die goed aanspannen? Laatste 4. 3. 2. En 1. Hakken naar je zitvlak. Kom omhoog. Elleboog recht onder je schouders. Knieën in één lijn met je heupotjes. Lift je bekken op. Bovenste been strekken. En zet echt van je bovenste voet af op de mat. Arm in de lucht. En beweeg je onderste been naar je bovenste. 2. 3. 4. 5. 6. Haal en neer. Haal en neer. Nog 4 te gaan. 3, 2 en 1. Kom maar zitten. Lift op. En rol je schouders eerst. Laat de opgebouwde spanning in je nek en schouders, want dat doe je met de zijkant. Laat het zakken. En buig dan zijwaarts. Ja, tussendoor. Mountain climber. Kom op handen en tenen. En breng het been schuin. Je knie om en om richting je elleboog. 1, 2, 1, 2. En rechter knie, linker elleboog. Linker knie, linker elleboog. Nog 4. 3. 2 en rust. Kom op je knieën. Laat de druk even van je polsen afzakken. Kom op adem. Mountain climber nummer 2 is met je zitvlak wat hoger in de lucht en je gaat joggen op de plaats. Ja, dus kom op je handen. Strek je benen. Breng je zitvlak wat in de lucht. 30 seconden. Mountain climber. Doe maar. Ik hou de tijd bij. Vanaf hier. 30 seconden. Blijf op je eigen tempo joggen. Blijf de vloer wegduwen. Hier mag je wel uitademen door je mond, omdat je hartslag gaat omhoog. Dus je raakt wat buiten adem. Nog 10 seconden. Kom maar. En je bent er. Zo, we zijn goed heet, hè? Ik had hier de kachel aangedraaid tot een hoge stand. Dus het is flink zweet hier. Ben jullie thuis misschien al? Oké, draai jezelf om. Andere kant. Zij liggen. Eerste oefening, cycling. En passé, strek naar voren. Swing naar achter. Passé. Sterk standbeen.
je hoofd helemaal liggen. Nog twee keer. En nog één. En achter. Twee benen bij elkaar. Lift to legs. Twee. Leg je nog helemaal rechts. Is je nekken ook in één lijn met je wervelknoop? Blijf het voor jezelf checken. Blijf die bodyscan maken van je tenen tot aan je kruin. Eén lange lijn. En voel de lengte. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Lengte maken. Lengte maken door je benen weg te strekken. Je kruin weg te strekken. De andere kant op. Hakken naar je zitvlak. Support jezelf omhoog. Elleboog recht onder je schouders. Lift je bekken op. Bovenste been wegstrekken. Arm in de lucht. Let's go. En onderste been. Neer. Twee. En neer. Drie. Vier. Je staat echt, hè, op je rechterbeen. Je staat er echt op je bovenste been. Misschien hebben jullie net de andere kant. Als het maar de andere kant is van net. Nog drie. Nog twee. Eén. Goed. Kom liggen. Tweede ronde. Beide benen strekken. Let's go. Passen. Strek. En door naar achter. Je standbeen is hier eigenlijk het belangrijkste voor je balans. Strek hem daarom, ook al sta je er niet echt op, maar lig je erop. Toch is het belangrijk dat je hem goed opspant. En het is jouw hoogte van jouw been, hè? Ik hou altijd van die grote uitgerekte bewegingen. Het komt omdat mijn achtergrond is dans, dus dan ziet het er altijd wat flexie uit. Daar hoef je niet aan te spiegelen. Doe wat gaat voor jou. Nog vier te gaan. Drie. Nog twee. En nog één. Strek beide benen weg. Lift to legs. Op. En neer. Twee. Neer. Borst blijft open. Drie. Heupjes wijzen naar voren. Vier. Vijf. Zes. Laat je hoofd helemaal liggen. Zeven. Acht. En twaalf. We zijn er. Hakken naar je zitvlak. Lift jezelf op. Oh nee, die ergste nog. Strek je bovenste been. Lift je bekken op. Arm in de lucht. Het zijn er maar 12 hoor. Zo gedaan. En 5, 6, 7, go. Op. En neer. En 2. En neer. 3. 4. Kijk af en toe langs je schouder weg. Of je schouder echt boven je elleboog staat. 8. Nog 4 te gaan. 4. 3. 2. En we zijn er al. 1. Kom naar beneden. Rol je schouders. En buig zijwaarts. Ja, ik wil hem echt niet vergeten. Mountain climber. Optie 1. Gaan we doen. Ik gleed net hartstikke weg, dus ik leg mijn handen even opzij. Gaat beter. Strek beide benen en om knie in. 30 seconden. Tijd gaat nu in. Kom. Hou je rug zo recht mogelijk. Zet af van beide handen. Optie op je knieën in. Maar dan is het lekkerder om recht in te trekken. Dan gaat het niet schuin. Nog 10 seconden. To go, to go, to go. Hou de power in die benen. Check, check. Duw de vloer weg onder je handen. Nog 5. En rest. Yeah. Even de druk van je armen af laten zakken. Jezelf even op voor die mountain climber optie 2. Je hartslag omhoog. Lift je
billen ietsjes in de lucht. Daar gaan we. 30 seconden al. Job, waar staat het grote zijn? Ja, daar. 30 seconden, kom maar. Ietsje sneller dan net misschien. Je hoeft niet het ritme van de muziek aan te houden. Kom maar, duw je vloer weg. Onder je bal van je voeten. Tik, 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 tik. Nog 10 seconden. Super gedaan!
Ga lekker stretchen. Kom weer liggen. Strek je rechterbeen in de lucht. Laatste 3 minuutjes van deze les, van deze serie Pilates. Voel jouw stretch over de achterkant van je been. En leg hem neer. Linkerbeen, strek hem in de lucht. Pak hem vast. Jouw stretch. Je mag hem echt zo hier langs de achterkant helemaal voelen. Maar absoluut geen pijn, alsjeblieft. 2 knieën in. Breng je neus naar je knieën. Knieën naar je neus. Trek je benen goed dichtbij. En roll up. Tot zit. Beide benen wegstrekken. Adem in. Flex je voeten. En kom naar vooroverbuiging. Schouders uit je handen. Hoofd uit je handen. En soms duurt het even voordat je de stretch voelt. Omdat je op je uitademing steeds meer gaat zakken. En dan op een gegeven moment voel je die stretch over de achterkant van je benen. Handen naar achter. Plaats je linkervoet tegen de mat. Kruis je rechtervoet over je linkerduim. En support jezelf met je handen iets naar voren. Handen met je handen ook wat dichter naar je zitvlak. Is dit te belastend voor je rug of voor je knie? Kom dan liggen. Dan hou je die spanning uit de rug. En zo kan je hem ook doen. Ik wilde vandaag een variatie erop. Deze is wel leuk. Voelt hem in je wil? Wissel. Dus iets naar achter en dan support je jezelf weer naar voren. En adem maar naar die tensie, dat stretchgevoel in je bil toe. In door je neus. Uit door je mond. Ellebogen blijven liggen boven. En dat was het. Plaats je voeten wat verder naar voren. Schud je benen. Schud je kuiten. Bovenbenen. Shake it out, shake it out, shake it out. Heel goed gedaan, dank jullie wel. Top, je kan deze les terugkijken. Ik zet hem ook op YouTube. En morgen ben ik er weer met een body shape om 9 uur. En dan ook weer een Pilates. Weer een andere route. Blijf bewegen, blijf fit. Heel goed, leuk dat jullie mee hebben gedaan. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.